Zien jullie het? Ja. Heel goed. Ja, ik wil jullie eens even wat vertellen ook over die CSA's, maar dan aan de hand van de resultaten van de Grote Molenbeek, want daar hebben we die CSA reeds uitgevoerd. Ja, die CSA van, ja, dat is eigenlijk een nieuwe wetenschappelijke innovatieve methode die wij als WL eigenlijk geïnitieerd hebben. En meer dus, zeg maar, in kennisimpuls waterkwaliteit verder willen uitwerken. Want het hele CSA-model, dat kun je eigenlijk zien als een soort rekenmodel, waar je uiteindelijk, zeg maar, maatregelen instopt en uiteindelijk een output hebt, zeg maar, van maatregelen om te kijken van nou, in hoeverre haal ik daarmee mijn doelen, dus mijn streefbeelden. Nou, dat hele rekenmodel is eigenlijk gebaseerd op allerlei waardegegevens uit allerlei wetenschappelijke, internationale onderzoeken en publicaties. Dus het is een model wat ook uiteindelijk wetenschappelijk onderbouwd is. Maar die doel van die CSA, nou, bij ons voor het waterschap is een heel belangrijk doel dat wij als waterschap, zeg maar, inzicht krijgen in de effectiviteit van maatregelen. Zo van, nou, die maatregelen die we willen gaan uitvoeren, zijn die efficiënt en kunnen we daardoor effectief gaan werken. En daarnaast willen wij, zeg maar, ook op voorhand al kunnen beschikken over realistische streefbeelden op trajectniveau. En die realistische streefbeelden hebben wij zo verwoord dat het eigenlijk haalbare, concrete eigenlijk ontwikkelingsbeelden zijn die we in ieder geval binnen een termijn van 15 jaar willen realiseren. Want die CSA, dus wat Piet net ook al zei, die kijkt eigenlijk door het oog van het organisme. Het gaat kijken van welke eisen stellen die soorten eigenlijk nou aan de omgeving. En daar is die hele CSA een beetje op geënt. Nou, het algemene deel, hè, dan, die CSA die kijkt primair naar de oorzaken. Hè. Die kijkt van nou, waar zitten de problemen nou en hoe werken die door in het hele systeem. En het is tevens een benadering die eigenlijk aansluit bij de natuurlijke systeemwerking. En daardoor is het ook een soort bouwen met natuurbenadering. En volgt het ook in het principe, zeg maar, van je bodem en het landschap. Nou, er zijn verschillende stappen zijn er te onderscheiden bij die CSA. En die CSA valt eigenlijk uiteen uit een abiotische analyse en een biotische analyse. En ik zal eerst wat vertellen over die abiotische analyse. En die stappen die je hierin ziet, is eigenlijk van wat was hier. Dus we gaan kijken hoe werkte die situatie, hoe werkte die vroeger. De situatie van wat is hier, welke stress is al aanwezig in het watersysteem. Vervolgens van wat knelt hier. En vervolgens gaan we kijken van nou, wat kan hier nou? Welke maatregelen kunnen we nou op gaan stellen? Ik zal deze stappen even kort verder toelichten. Nou, hier heb je de situatie van wat was hier. Hè? Dus wij kijken naar het stroomgebied. En hier zien jullie een deeltje van het stroomgebied van de Grote Molenbeek. En daar hebben we eigenlijk gekeken van nou, welke systemen waren nou eigenlijk van oorsprong ook aanwezig. Hè? Dus gekeken naar de geomorfologie, de bodem, noem maar op. En aan de hand van die typeringen zie je eigenlijk al van nou, waar had je beeksystemen, waar had je bijvoorbeeld doorstroommoerassen. Dus daar hebben we splitsing gemaakt. En daarnaast hebben we ook nog splitsingen of segmentjes eigenlijk gemaakt bij zijstroomgebieden, bij afwateringsgebieden. En zo hebben we het hele traject van de Grote Molenbeek eigenlijk opgesplitst in verschillende trajecten. En waarbij we dus per traject straks uiteindelijk een streefbeeld willen hebben. Nou, de situatie van wat is hier, hè? Dan zoek je eigenlijk naar de stress, zeg maar. Wat is de stress die de ecologie ervaart in je systeem? Nou, hierbij is dus gekeken naar die drie ruimtelijke schalen. Dus we hebben gekeken op macroschaal. Dat is eigenlijk het afwateringsgebiedje en die zijstroomgebiedjes. We hebben gekeken op trajectschaal, dan kijk je meer naar die bufferzones. En lokale schaal, dan kijk je meer naar het segmentje zelf. En die hele stress, zeg maar, die hebben we gekoppeld ook op basis van de hiërarchie van het 5S-model. Nou, dan naar die schaalniveaus. Hè. Dus op macroschaal kijken we naar naar stressoren. Op trajectschaal kijken we naar de stressoren en lokale schaal. En dan zie je eigenlijk bij die macroschaal hebben we vooral gekeken naar de hydromorfologische en de chemische stress. En hier is een voorbeeldje uitgewerkt van bijvoorbeeld het landgebruik. We hebben bij de hele Grote Molenbeek gekeken van welk landgebruik hebben we nou binnen het stroomgebied. Daarbij hebben we de 33 hebben daar onderscheiden, dus verschillende types. En vervolgens hebben we die weer gekoppeld aan verschillende bodemtypes. Bijvoorbeeld, we hebben te maken met zand, klei, veen, want dat is, ja, die binden bepaalde nutriënten. Dus dan krijg je een andere stress dan wanneer je bijvoorbeeld op zand zit.
En uiteindelijk hebben we die eigenlijk allemaal gekoppeld en dan heb je daar eigenlijk al 99 verschillende types. En dan kijk je bijvoorbeeld op trajectschaal naar die bufferzone. Daar hebben we vooral gekeken naar die hydrologische, morfologische en chemische stress. En dan kun je denken aan van nou, wat is de treinhelling, wat is er bij de afspoeling, wat is het nutriëntengehalte, wat de kwel. En op lokale schaal nog eens een keer gekeken naar de lokale stress. Dus gekeken van nou, hoe zit het hier met het substraat, hebben we hier veel beschaduwing, weinig verhang, veel verhang, noem maar op. En die hebben we eigenlijk al van al deze factoren hebben we dus die stress bepaald. Maar vervolgens moet je eigenlijk toe naar de stress per segment om die te berekenen. Wat ik net ook al zei, die stress die is gebaseerd op dat wetenschappelijke onderzoek. En we hebben dus die stress per segment bepaald. Maar hier hebben we wel verschillende vermenigvuldigingsfactoren voor gebruikt. Want is bijvoorbeeld bepaalde stress die zwaarder doordrukt op jouw systeem dan andere stress. Of er is bijvoorbeeld een stress en een heel groot afwateringsaandeel aanwezig die ook weer meer doorwerkt. Maar vervolgens kom je eigenlijk tot dit soort plaatjes. Dit is dus een plaatje van die grote molenbeek. En daar hebben we dus al die stress bij elkaar opgeteld. En die zie je eigenlijk in dit soort plaatjes terugkomen. En we hebben die stress eigenlijk gekoppeld aan die kleurtjes van die KRW-scores. Dus heb je rood is heel slecht en blauw is een goede situatie. En in dit plaatje staat dus eigenlijk de stress zoals die aanwezig is in het huidige systeem van de grote molenbeek. En dan zie je echt alleen maar kleuren van rood tot oranje, zeg maar. Dus dit is een super gestrest systeem. Nou, bij de biotische analyse hebben we ook nog, dat is een ander deel, zeg maar, binnen die CESA. Daar hebben we eigenlijk gekeken van, we wilden eigenlijk een overzicht opstellen van soorten die te verwachten zijn in het stroomgebied van de Grote Molenbeek, nadat we die herstelmaatregelen hebben uitgevoerd. Dat was een belangrijk onderdeel, maar die biotische analyse die dient er ook voor, zeg maar, om die abiotische analyse eigenlijk te valideren en te vergelijken en te verbeteren. Bij deze analyse zijn de indicatoren van de verschillende aanwezige KRW-typen gebruikt. De KRW-typen die zoals die nu in de Grote Molenbeek zijn opgenomen, zijn R4, R5 en R6. Maar wij weten van, we hebben gewoon bepaalde stukken van die Grote Molenbeek wat meer aansluit bij die moerasbeek-types. Dus we hebben een R19 en R20 hebben we daarbij gevoegd. Nou, om die stap van wat is hier in te vullen, hebben we eigenlijk alle gegevens van de indicatoren in een zone van 1 kilometer rondom de beek geselecteerd. En om te bepalen welke doelsoorten niet in het stroomgebied voorkomen, maar dus wel te verwachten zijn omdat ze eigenlijk in die aangrenzende stroomgebieden wel voorkomen, hebben we een tweede zone gemaakt. En dat is die van 1 tot 5 kilometer. En dat is eigenlijk ook de afstand waarbinnen nog regelmatig dispersie en zo plaatsvindt. En wij verwachten dus eigenlijk, als we dus die herstelmaatregelen in die Grote Molenbeek, zeg maar, hebben uitgevoerd en het systeem daar op orde is, dat vooral op korte termijn een aantal soorten van zone 2 in de Grote Molenbeek kunnen komen. We hebben daarnaast ook nog een zone 3 aangemerkt. Hè. Dat is eigenlijk meer een lange termijn proces. En de kans op kolonisatie van die soorten, zeg maar, dat zal gewoon op de langere termijn zijn. Nou, de huidige situatie hebben we in beeld gebracht. Maar we hebben dus gebruik gemaakt van die indicatoren dus, hè, voor al die aanwezige KRW-typen. We hebben KRW-scores per locatie bepaald. De volgende stap was om te bekijken wat die aanwezigheid van die indicatoren nou eigenlijk zegt over de toestand van de trajecten in het stroomgebied. En vervolgens hebben we daar ook weer sleutelfactoren en dergelijke aan gekoppeld. Zoals temperaturen, droogval, trofie, zaadprobleem, noem maar op. En die hebben we echt opgesteld op basis van die milieu- en habitatpreferenties van Verberg. En al die tussenstappen die hebben ook steeds weer een check met die validatie van die abiotische cyclus gemaakt. Daarnaast is nog bepaald hè, op welke locatie die indicatoren voorkomen in het stroomgebied. Hè. Zijn dat trajecten waar veel van die soorten voorkomen, die zouden dan uiteindelijk meer als een bron, zeg maar, voor kolonisten voor andere trajecten kunnen dienen. Nou, hier zie je, hier hebben we een vergelijking gemaakt tussen die abiotiek en de biotiek. Hè. We hebben links een plaatje van die multiple stress en die EKR macrofauna staat in het rechterplaatje.
En om dit zeg maar steeds te verbeteren, steeds beter bij elkaar aan te sluiten, ja, dat is ook een belangrijk onderdeel van die kennisimpulswaterkwaliteit. Dan vervolgens hebben we nog gekeken naar wat kan hier, hè? Dus welke doelsoorten kunnen eigenlijk weer terugkomen. Maar we hebben al gezegd van die snelle recolonisatie, die komt eigenlijk ook vooral uit die hotspots uit zone 1. En daarnaast nog indicatoren die ontbreken eigenlijk in zone 1, maar wel aanwezig zijn in 2 en 3. Daar hebben we ook zeg maar die sleutelfactoren voor opgesteld, dus gekeken naar welke eisen stellen die soorten dus aan de omgeving. En vervolgens ook een habitatgeschiktheid getest en willen we dus inderdaad kijken van nou, hoe zit het, hoe veranderen die milieuomstandigheden zeg maar na het herstel en kunnen die soorten dan weer terugkomen. Nou, die biotische cyclus zeg maar verder helemaal weer afgerond en dan komen we eigenlijk weer terug bij die abiotische cyclus. Hè. Dus wij hebben die, dat recomodel hier weer neergezet en we hebben in die input nou gekeken van nou, welke scenario's willen we nou eigenlijk doorrekenen? Hè? Van, ja, wat zou dat kunnen zijn? We hebben de verschillende opgesomd. Die staan hier in het rijtje weergegeven. Maar hier hebben we totaal nog niet gekeken van nou, wat kan nou daadwerkelijk buiten? Dit is meer een beetje een soort vingeroefening geweest. Van nou, wat gebeurt er eigenlijk als we bijvoorbeeld alle puntbronnen gaan saneren? Wat betekent als we overal beschaduwing gaan toepassen op die natuurbeken? En dan krijg je eigenlijk dit soort plaatjes. In dit plaatje zie je echt de piekafvoerdemping door middel van de ontwikkeling van die doorstroommoerassen. En het is vooral in die bovenlopen die doorstroommoerassen gelegd. En hier zie je eigenlijk het verschil, hè? Zo van links die huidige situatie, dus dat gestresste systeem. En wat gebeurt er nou met mijn ecologie, zeg maar, als ik dat scenario doorreken? En hier zie je eigenlijk dat er al kleurtjes van groen terugkomen, blauw terugkomen en geel weer terugkomen. En deze eigenlijk met al die scenario's hebben we doorgerekend op deze methode. En hier zie je nog eens een keer van nou, wat gebeurt er als we overal beschaduwing gaan toepassen door middel van die bosstroken. En hier hebben we dat dus inderdaad gewoon overal langs gezet en overal gezegd van zet het er maar neer, ook al staat er bijvoorbeeld nu bebouwing, hebben we in dit stadium nog niet naar gekeken. Maar hier zie je wel dus duidelijk dat die beschaduwing dus een goede maatregel is om jouw ecologie te herstellen. Nou, hier hebben we de scenario's nog eens een keer allemaal op een rijtje gezet. Hè. Dus daar staat daar de gemiddelde stressscore per scenario met een bepaalde bandbreedte. En de scenario's die daar bij nul zitten, bij die nullijn, dat zijn de situaties bij situaties zonder stress. En dan zie je eigenlijk van dat al die stroomgebiedsbrede maatregelpakketten, dus maatregelen die op je hele stroomgebied toepast, ja, dat die eigenlijk zorgen voor het zoveel mogelijk wegnemen van de stress. Je ziet het minder terug zeg maar, bij de lokale maatregelen, bijvoorbeeld het saneren van overstorten, hier zie je minder de effecten van terug. Dat betekent niet dat ze niet doorwerken of dat ze geen effect hebben op de ecologie, maar eigenlijk minder doorwerken op het hele systeem. En daardoor wordt het hier minder zichtbaar. Nou, de volgende stap was van, wat kan hier nou daadwerkelijk? Hè? Zo van, nou, we hebben die hele grote molenbeek, we hebben toch te maken met bebouwing, we hebben te maken met bepaalde landbouwgebieden, kassengebieden, die we niet zomaar kunnen slopen. In ieder geval niet denken dat we daar binnen 15 jaar iets kunnen doen. En daarom hebben we met een hele groep bij elkaar gezeten en gekeken van bij al die beken binnen dat stroomgebied, wat zou daar nou wel kunnen over 15 jaar? En daar een heel rijtje van gemaakt, allerlei scenario's en maatregelen opgesteld. En die hebben we ook weer doorgerekend. Ik weet niet of dat... Oh, dat mist dat plaatje. Van in ieder geval wat de effecten daarvan zijn. Maar in ieder geval, je krijgt dan zo'nzelfde type plaatje eigenlijk weer terug, hè, waar al dat hele stroomgebied dergelijke op staat. En dan zie je ook dat verschillende kleuren eigenlijk al weer terugkomen. Dus de situatie voor de ecologie weer sterk verbeterd wordt door die maatregelen die we opgesteld hebben. Een ander deel is dus die haalbare streefbeelden. Hè. Daarom zijn we ook die hele CSA gestart, want we willen eigenlijk vooraf weten wat eigenlijk een haalbaar streefbeeld is per trajectniveau. Nou, die hebben we ook allemaal opgesteld, ook de soorten daar weer aangekoppeld. En dan krijg je dit soort plaatjes. Zo. Die even springt. Nou, het gebruik in de toekomst, als het goed is, blijft hij nu staan.
Wat wij dus heel belangrijk vinden, is dus dat wij de ecologische doelen zeg maar, ook aan de voorkant kunnen bepalen. Dus wij kunnen ook aan het bestuur zeggen van, goh, wij willen deze beek op deze manier gaan herinrichten. En wij denken en wij weten dat we hiermee deze ecologische doelen halen. We willen dit ook meenemen richting herinrichtingsprojecten. Hè? Dus bijvoorbeeld bij een project opstellen van het projectplan Waterwet. Dan willen wij zeg maar, die wensen vanuit de omgeving ophalen. En ook kijken van wat betekent dat nou, hè? Die wensen die we ophalen. We komen heel vaak tegen ook bij het waterschap willen we een beek gaan herinrichten. Van, dat heel veel landbouwgebieden niet toestaan dat daar bijvoorbeeld beschaduwing wordt gerealiseerd. Ja, als dat zo is, dan kunnen wij dus heel duidelijk tot dit model inzichtelijk maken wat dat betekent voor onze doelstelling. En dan kunnen we zeggen van, goh, er zit geen ruimte om daar bijvoorbeeld gronden te verwerven. Goh, zouden we niet even moeten wachten met dat project? Of moeten we toch op een andere manier die gronden in handen zien te krijgen? Dus dat zijn wel belangrijke dingen wat het bestuur ook vooral belangrijk vindt. En daarnaast is het ook een basis voor het beheer- en onderhoudsplan. Hè, dat ze ook weten van, goh, wat... draagt bij aan een goede ecologische toestand en wat niet. En ze zien zelfs een plaatje erbij hè, van het streefbeeld. En daarnaast ook de monitoring van het doelbereik. Ja, dit waren de presentatie. Ik weet niet of er nog vragen zijn over deze